In Zuidoost is Shaolin Kung Fu niet heel erg bekend. Überhaupt in Amsterdam niet zo bekend. Shaolin Kung Fu, de Oosterse vechtkunst van vliegende monniken. Maar niet alleen zij bedrijven deze leer. Sportster Erika Blackson is een gedreven kungfuster. En haar kleine school in Amsterdam Zuidoost maakt grote naam in het buitenland. Haar doel? Amsterdammers introduceren aan de rustgevende kunst van het Oosten. En vandaag ga ik dat aan hun lijve ondervinden. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Ik wilde het altijd al, vanwege ja, iedereen, zeker in Suriname, groeien op met kung fu films. Ja, en dan, dat spreekt heel erg tot de verbeelding. 20 jaar geleden kwam ik naar Nederland. En na wat omzwervingen ben ik bij Shaolin Kung Fu terechtgekomen. Toen ik dat eenmaal daar kennis mee maakte, was ik verkocht. Het is heel, heel gracieus, de bewegingen. Heel, heel mooi. Maar tegelijkertijd ook heel krachtig. Wat mij in kung fu ook aansprak, dat is voornamelijk op latere leeftijd. Dat was de link van ja, Chinese martial arts met het boeddhisme. En bij Shaolin Kung Fu ligt dat heel dicht bij elkaar. Je wordt wat ouder, je gaat zoeken naar antwoorden, de zin van het leven en dat soort dingen. Klinkt allemaal heel erg gevleugeld, maar... Ja, op een bepaald moment is dat er gewoon. En je kan dat combineren met een sport die je heel graag doet. Ja, dat is helemaal mooi. Het is focussen op één ding. Je kan maar, als je traint, met één ding bezig zijn. Dan denk je niet aan het boodschappenlijstje of aan wat je morgen moet doen. Nee, je bent met één ding bezig op dat bepaald moment, op dat tijdstip. En dan valt alles weg en dat is gewoon een... Ja, een heel, heel, heel fijn gevoel. Ik heb in China getraind. En hoe was het daar? Het was, ja, in één woord, hard trainen. Je hoeft je nergens druk om te maken. Het enige wat je moet doen, ja, is trainen. En kom je dan terug naar Nederland, dan ben je zo tot rust gekomen. Dan stap je uit het vliegtuig en dan kijk je om je heen. En dan zie je allemaal mensen rennen en doen. En dan denk je van, waar zijn die mensen mee bezig? Waarom is iedereen zo druk? En ja, die rust ja, die je daar op doet, ja, dat is ongelooflijk. Dat is, ja, dat is het mooiste wat er is. Ik ben hier in school begonnen, dat is nu ongeveer 3 jaar geleden, op advies van mijn leraar daar in China. Die zei op een gegeven moment, Erika, je hebt een hele goede basis, jij moet gewoon les gaan geven. Sindsdien is het heel snel gegaan en is er iets heel moois van de grond gekomen. Ik heb er veel van geleerd, dus je wordt er ook een beetje helder van. Ik weet niet waarom, maar je ziet wat duidelijker. Het is heel overzichtelijk. Ja, ik vind het gewoon heel leuk, want het past ook goed bij mij. En ja, hier beheert ik mijn kracht. Bijvoorbeeld, ik ben boos, dan kan ik het hier, ja, kan ik hier kwijt. Ik kijk vaak naar Bruce Lee en Jet Li. En dan zie ik ze allemaal van die coole salto's maken. Dus ja, dat vind ik ook wel cool. Dat is ook de reden waarom ik op Kung Fu wilde gaan. En nu kan je dat ook? Ja, nog niet alles, maar een beetje. Ja, vechten, dat past nu niet meer echt bij mij. Ik bedoel van... waar echt kung fu om draait is, je doet altijd je best en ja, meer kan je niet doen. En het is niet alleen maar boem, 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 nee. Vanaf het begin tot nu is het alleen maar gegroeid. Het gaat steeds beter, we worden steeds bekender, ook in Amsterdam. Ik denk dat de mensen langzamerhand ook wel zien dat er meer is in Amsterdam Zuidoost dan bijvoorbeeld voetbal of basketbal. Dat je ook in Amsterdam Zuidoost een eeuwenoude traditie kunt beoefenen. En dat wij daar ook best wel goed in kunnen zijn. Zo! Maboe! Zo! Recht!
rechterbeen omhoog. Trap stoot en blijf staan. Go! Go! Ik heb geen grote plannen. Zo van we moeten of dit of we moeten of dat. Gewoon blijven trainen. Ja, misschien toch een klein beetje hopen dat wij ooit een toernooi naar Amsterdam kunnen halen om Kung Fu nog meer op de kaart te zetten. Maar dat zijn allemaal dromen voor de toekomst. Dit moment is wat telt. En ja, dat heb je net als in de training. Dan heeft het geen zin om te denken aan morgen of overmorgen. Wat doen we nu? Dat is heel belangrijk. Nou, ik bak er overduidelijk niks van. Maar ik heb in ieder geval van de Shaolin Kung Fu mogen proeven. En je weet wat ze zeggen. Oefening baart kunst.